Baby nieuws. De familie Schotse Hooglanders in het Westduinpark is uitgebreid. Boswachter Hans van der Meijs weet hoe je het beste de nieuwe uitgebreide familie kunt bekijken. Eigenlijk moet je niks doen. Je moet ze zeker niet roepen. Ze laten zich vanzelf zien, want ze zijn eigenlijk best heel gewend aan mensen. Dus ze staan gewoon vaak te eten van de rozenbottels of die rimpelrozen. Van vlak langs een fietspad of langs een voetpad of ze steken over. En dan kan je gewoon eigenlijk gewoon stoppen en gewoon even naar die beesten kijken. Maar kom niet te dicht bij de jonkies in de buurt. Mensen vragen wel eens van, kan je die Schotse Hooglanden aaien? Ik zou het niet doen. Want wat we wel eens gezien hebben, als ze bijvoorbeeld een kalfje hebben en ze zijn bijvoorbeeld het kalfje zat, dan kunnen ze bijvoorbeeld een schop geven. Of ze geven even zo met de hoorns opzij van wegwezen. En dat komt al wel hard aan, want ze hebben best wel flinke hoorns eigenlijk, die Schotse Hooglanders. En het is ook zo, als mensen te dicht bij het kalfje gaan komen, dan kan er zelfs nog risico volgens de boer waarvan de koeien zijn, kan het ook nog zijn dat het kalfje verstoten gaat worden. Vandaar dat het belangrijk is dat je op afstand blijft. En voor het kalfje moet je minstens 25 meter afstand blijven. We zeggen altijd als mensen de beesten of de koeien gaan voeren, ben je ze eigenlijk aan het doodmaken. Dus als je merkt dat ze bijvoorbeeld met appels gaat voeren of andere dingen gaat voeren, dan gaan ze mensen associëren met voer. Dat betekent als mensen eraan komen, dat ze bijvoorbeeld naar de mensen toe gaan lopen. Dan kan er een probleem ontstaan. Dan moeten bijvoorbeeld de koeien uit het gebied. En die koeien leven alleen maar in gebieden waar ook mensen lopen. Dus dat betekent dat de koe dan eigenlijk nergens naartoe kan. Maar de familie mag ook niet te groot worden. Dat kan alleen maar als er dus constant een stier bij zou zijn om nakomelingen te krijgen. Nou, in dit geval was er eigenlijk geen stier bij. Alleen wat ik eerder misschien had verteld, is dat een van die stierkalfjes die eerder geboren is eigenlijk van de winter te laat weggehaald. Dus die heeft nog voor gezorgd voor zijn nageslacht. Dus als je hierna weer zorgt dat de stierkalfjes op vroeg genoeg weggehaald worden, dan krijg je dus in feite geen kalfjes meer. Maar voor nu is het nog een one big happy family, toch? Ja, nu is het one big happy family, klopt.